Alright. Nog geen moorden gebeurd hier. Voorlopig nog niet. Nee. Not yet. Lucas, welkom. Dankjewel. Welkom. Ja, ik zou graag beginnen met een anekdote. Doe je ding. Okay. Want ik ben hier goed ontvangen door jullie. Oké, dank je. En ik kwam toe. En Dylan, jij vroeg aan mij, wil je iets drinken? Ja. Sympathiek. Yes. Ja. En ik vraag, omdat ik ook sympathiek ben, wat heb je in huis? Want ik wil niet dat je... En je zegt, alles. En ik zeg, amai, wauw. Hier is... Hier staat een fameuze koelkast. Gastvrijheid. Hè? En ik zeg de Cola Zero, bescheiden als ik ben. Hè? En Dylan verlaat de kamer voor 20 minuten. En hij komt terug met een Cola Zero die koud is. En ik vraag, waar stond die Cola Zero? Hij zei, ben je in de winkel gaan halen? Dus die is gewoon naar de winkel gegaan. Goed dus gedaan. Je had inderdaad alles. Ik had alles. Ja, alles. Ik zeg, we hadden alles. Ik had ook een fles Drefts kunnen vragen of zo. Dat had je ook in huis. Dat hadden ze ook. Alles, alles in de winkel. Kijk, zoals kebab gezegd of zo. Als kebab gaan halen. Hamburger, als ik hamburger gaan halen. Het was niet nodig, dat is wat ik wou zeggen. Voilà. Maar heel sympathiek. Ja. Het is top. Nee, maar het ding is meestal als ik zeg... ook zo bezweet binnen. Hier is je cola. Nee, het probleem was, mijn dingen werkten niet. Ja. Dus ik moest naar andere dingen gaan, om dat dan te gaan halen. Andere... nachtwinkel. Oh je, Apple Pay gebeuren. Ah, heel avontuur. Maar kijk, het was een heerlijke Cola Zero. Dankjewel. Voilà. Beter. Net wat ik nodig had voor een dat goed was gesprek. Dat belangrijkste. Here we go. Ja. Hey, doe zo voort. Top, hè. Echt geweldig. Dankjewel. Ik ben heel blij dat je gekeken hebt. Dat is, ja. Hoe zeg je dat eigenlijk? Ik heb hem nog niet gezien. I'm sorry. Ah, kom. Jong, kom. Mike, hoef je niet te bedanken, ja. Nee, het was... Ik merkte bij De Ideale Wereld, waar ik werk... dat de filmpjes rond onderwijs vaak prikkelden. Dat die vaak heel veel discussie opwekte in de comments. Niet dat er filmpjes zijn die geen discussie opwekken in de comments. Maar vooral maar zo, onderwijs, daar zat een spanningsveld tussen leerkrachten en niet-leerkrachten. Dat had ik door. En ik dacht, ja, dat is wel een leuke arena om mee te werken. En het is ook, als je een reeks pitcht, is het altijd handig... Kijk, als je stapt naar de mannen, naar de bazen met het geld en je zegt, ik wil een reeks, het spit zich af op planeet Q en zo, dan is het al, oké. Als je zegt, hey, ik zou graag een reeks maken over oudercontacten in een lagere school, dan wordt het plots heel haalbaar. Budgetair gezien. En dat is altijd makkelijker als je iets wilde doorkrijgen. En het is ook een leuke arena voor leuke korte situaties waar ik wel zin in had om over na te denken. Dus, dan mocht ik dat maken en dan was streamen geïnteresseerd en daar staat het nu op. Op dat platform. Dus je hebt dat gemaakt bij Woestijnvis en dan verkocht aan streams? We hebben eerst een test gemaakt bij Woestijnvis. Dat is het leuke, die geven daar de ruimte voor. Want laten we eerst een keer iets maken, kijken hoe dat het voelt. Is het dan een test-episode of gewoon fragmenten? Ja, er waren drie oudercontacten dat we gedaan hebben. Waarvan die ook uiteindelijk in de reeks zaten. Buiten één zaten er allemaal in. Nee, we hebben die opnieuw opgenomen dan. Want we zijn van school veranderd. En dat gemaakt en dan voelden we... Dat is leuk om naar te kijken, dat is tof. Het is hapklaar, het zijn korte afleveringen. Dat gaat heel snel. Ja, het is fictie fastfood, fucking in u. Dan was streams geïnteresseerd en dan mocht ik het maken. We hebben het in twee delen opgenomen. Het is eigenlijk gemaakt voor de nieuwe generatie, hè? Want we zijn allemaal gewend van snelle content te hebben. Het is dubbel, maar ik denk dat het wel resoneert. Dat merk ik ook aan de reacties bij mensen die in het onderwijs zitten, leerkrachten enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk wel oudere mensen die er wel op reageren. Ik denk dat zo streams, omdat streams is ook mensen die Telenet Play More hadden of zo, ik weet niet, die hebben nu automatisch ook streams. Ja, het is wel Telenet, hè? Dus ik denk dat voor veel mensen komt dat gewoon nog over als de digibox. Dus ik denk dat de bejaarden van 40... het ook wel ondertussen de knop op het bakje gevonden hebben om er naartoe te gaan. Hey, mijn opa kijkt nu YouTube. Voilà, Simon. Ja? Is die via de Digibox. Wauw, dat is bijna moeilijker dan... Ja, dat is echt moeilijk, maar hebben we toch uiteindelijk gevonden. Cool, man. En lukt het of belt hij elke avond? Nee, het lukt wel nu. Voor de tutorial. Nee, en kijk dan naar je podcast. Ah ja, dat is daar wat we met doen. Tuurlijk, man. Hey, voilà. Tuurlijk. Maar bij deze de groeten aan je opa. Voilà. Voilà. Opa. Dag opa. Dag opa. Je hebt toch veel positieve reacties gekregen, hè? Eigenlijk wel. Weinig mensen gaan mij opbellen om te zeggen, het sukt. Dat is ook een goed teken. Weinig mensen die dat aan mij zeggen. Misschien zijn die er wel, maar die zijn gelukkig beleefd en zijn het niet in mijn gezicht. Maar ik had positieve reacties ervan. Ja. Het zijn heel veel grote acteurs die erin meedoen. Ik ben heel blij wie dat er wel meedoen. Dus er passeren echt een paar coole mensen de revue. Ja. Dus in die zin ben ik wel content dat dat draagt wel bij. Bekende namen is ook een drempel. Dat verlaagt de drempel om ernaar te kijken. Ja, was er die ene gast van Gent, hè?
Die hele goede acteur. Het zijn er meerdere in. Hij heeft eens een gehandicapte gespeeld, denk ik. Robrecht van de Toren. Ja, 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 ik ken zijn naam niet, maar hij komt echt in veel dingen voor. Top acteur. Ook iemand van de Ideale Wereld, hè? Bert Janssens doet mee. Sarah van Deursen, die ook bij Ideale Wereld zat, doet mee, ja. Ja, dus ik ben er eigenlijk heel content van eigenlijk. Ja, ja, het was zo echt. Maar ik had ook een artikel gelezen in de krant ervan, dat het moest allemaal positief zijn. Het waren goede recensies, alleen de humor was zo wat. Maar het was wel nog 3 sterren, wat ik oké vond. Maar die was zo wat. Dat was zo wat raar. Die zeiden zo van ja, het is, het stond van Lucas Lely. Doet vooral Lucas Lely of zoiets. Dus zeiden ze. Ah. Terwijl dat is. Ja, wat moet je anders doen? Compliment, naam, denk ik. Ja. Compliment. Ja. Ook het is niet dat ik zo Goebbels ben van. Ah, daar is hem weer. Zo, het is, het is niet dat ik zo. Ik denk, ik wil nu niet negatief zijn over mezelf. Maar er zijn nog mensen die we moeten ontdekken, hoor. in Vlaanderenland. Dus ja. Dus ja, dat was het een beetje. Maar voor de rest was het positief. Nieuwsblad en Halen waren heel positief. Dus, En krijg je nu meer vrijheid, omdat je zo een reeks gemaakt hebt dat heel goed gegaan is? Het is nog maar net uit natuurlijk. Hè? Ja. Dus het is nog wachten op de prijzen die we waar ik zit, is een plek waar dat je eigenlijk wel vrijheid hebt. Je hebt altijd ruimte om naar wat mensen te stappen en te zeggen, ik heb een idee, wil je naar kijken, kunnen we iets doen? En dan dus op dat vlak heb ik me altijd goed gevoeld daar. Bots je op veel dingen? Dat ze zeggen van nee, dit mag niet, dit moet zo. Bij Doe Zo Voort, wat ik nu gemaakt heb, viel dat heel goed mee. Maar zoals ik al zei, het is een beperkte productie. Hè? Niet dat niks kost, dat is nog altijd draaidagen, acteurs. Dus dat komt wel op iets neer. Maar voor die zaken denk ik dat ging het heel vlot. Heb ik niet veel. Wat ook jammer is eigenlijk, aan de kant, hè, want het is niet zo leuk als artistiek persoon om te zeggen: ja, ze hebben het kapot gemaakt. Toch mijn visie en het geld kwam ertussen en de bazen. Dan kun je altijd ook als het minder kunnen zeggen: ja, ze hebben mijn babytje kapot gemaakt. Hè. Ja, ja. Terwijl als ze gewoon zeggen: ja, het is goed, doe maar, ja, dan komt de verantwoordelijkheid op u. Hè. Ja. Het is wat ik wil maken. Het is gelukt. Dus, heb je meer druk dan? Nu was het wel, het is de eerste keer dat ik zoiets echt onder mezelf, buiten mijn stand-up, iets fictie maakte, waar ik ook in mee acteerde en zo. Dus in die zin was ik wel nerveus. Maar langs de andere kant, toen ik het schreef, heb ik het echt geschreven naar waar ik mezelf echt goed bij voel. En waar ik zelf graag naar zou kijken. Okay. En ook wat ik zou kunnen acteren of zo. Dus ik heb de arena aangepast aan mezelf of zoiets. Als dat steekhoudt of zoiets. Zeker. Dus ik was eigenlijk heel comfortabel. De dialoog die ik heb in die reeks is gewoon bijna de dialoog die ik in het echt zou hebben op die situaties. Ja. Dus dat kwam er redelijk. Dus in die zin was ik er wel content van. Van hoe dat ik het deed. Ja. En ik ben blij dat er mensen het appreciëren. Heb je zelf zo'n oudercontact meegemaakt of niet? Nee, nog niet. Ik ben alleen als kind dan, hè? Want ik moest altijd meegaan met mijn ouders. Hij moest meegaan, dat is heel traumatiserend. Bij mij was dat niet geval. Ja, nee? Ik ben getraumatiseerd door die dingen. Ja, hij moest ook meekomen. Ja, man, wauw. Hij is zo zot, want dan zijn ze over u aan het praten terwijl je erbij zit. En mijn moeder is Surinaams, dus ja. Wat betekent dat? Ik kan niet schuilen. Nee. Dat ik het zo zeg. Ja, is zo. She will find me. Kijk. Dat is misschien goed dat korte pijn is dat je er gewoon bij zit. Ik weet dat ik het raar vond, omdat je doet anders in een klasomgeving dan thuis. Ja. Dat je ook gewoon bij je maten anders doet dan bij je familie of zo. Ja, en plots kom je zo het is gelijk zo dat je zo met maten in de stad zit en je komt plots gewoon familie tegen of zo. Dat is zo van, niet dat er iets mis kan, maar zo, shit, mijn vibe is hier anders dan. Ja, ik weet dat ik dat altijd raar vond van, mijn ouders die met mijn leerkracht praten, heel, heel vreemd of zo. Ja. Dus, maar was jij een goede student of niet? De klassieke, je kunt beter. Zo dat was altijd zo. Ik denk dat ik was lui, nog altijd. Klasclown? Ik denk het wel. Als je erover twijfelt, dan ben je de klasclown. Ja, denk ik wel. Ik denk wel dat ik probeerde leutig te zijn. Ja. Altijd zo net erdoor. Lievelingsvakken? Lievelingsvakken. Esthetica. Esthetica? Dat is maandag... Eerste lesje na de middag. Wat is esthetica? Want wat is dat? Kunst en zo. Oh ja, oké. Okay. Dus de maandag mochten de laatste jaar mochten naar buiten. De laatste jaar mochten naar buiten. Daar gingen we in Gent uit Gent en Pieters, dus dan naar buiten. Met een maat naar de Tenderlies, dat was een frituur. Dus 's middags groot pak mayonaise, biggie cheese, satékruiden. Joppie cheese.
Dat was nog voor de joppie hype, okay, wil ik zeggen. Ja. Ja. Ik ben nu niet, maar dat was echt nog. En dan een frikandel. Dus dat boeven. Hè. Nice. En dan terug naar les. En dan eerste uur esthetica. Dus ik was toen nog zwaarder dan nu. Ik begin ook nog 20 kilo zwaarder dan nu. Mm-hmm. En dan zo bezweet zijn. En zo moe worden. En zitten stinken naast zo'n knap meisje dat je verliefd op zijt. Die denkt, wat voor een zwijn komt er hier naast mij? Saté-kruiden, want dat ruikt het nog uren. Uren. En dan daar zitten kijken en wegdommel. Zo, geen leuk zou in die les. Nee, dat niet, maar zo'n saté-kruiden is bijna even. Dat is een herinnering die ik zo heb aan zo'n esthetica. Dat zo wegdommelen, mottig zijn, te veel gegeten. Maar the time of your life. Ja, esthetica. Het was ook vaak zo, mensen die moesten dingen voorstellen of zo. Zo dat was in groepjes van twee. Dan moest je naar een voorstelling kijken. Dan in dommelen. En als je dan zelf iets moest voorstellen? Dan dat was dan ook geen succes waarschijnlijk. Want dat was dan maar om de zoveel weken of zo. Dus, ja. Dus als ik moet kiezen, esthetica, maar ik besef nu dat eigenlijk meer gewoon de middagpauze was. Dat ik gewoon naar frituur ging. Wat dan geen vak is. Dus, en dat is misschien maar goed ook. Ik weet dat dat bij jullie ook was, maar bij ons was dat zo. Van als je bijvoorbeeld het laatste uur de leerkracht afwezig was, mocht je ook een uur voeren door. Ja, ja, ja. Maar in de middag, als dat bijvoorbeeld had de middagpauze en dan de les erna, als die ook niet aanwezig was, dan had je een extra middagpauze, mocht je naar buiten gaan. Oh, amai zeg. Ja, 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 dat was echt prachtig. Dat was bij mij niet. Ook altijd fritten gaan halen en dan Aldi. In een Aldi? We gingen fritten halen en we gingen naar een Aldi. Ah, oké. Okay. Nee, dat is voor die cheap snacks. Dat is amai, zeg. En dan naar huis. Aldi heeft die cheap snacks. Dan kun je met je huis geld. Zak geld kun je nog wat dingen kopen. Dingen bij een Aldi. Ja. Amai. Cartoonies. Hoe zeg je eigenlijk in de ideale wereld terecht te komen? Ik denk dat was via stand-up. Ik deed stand-up en ik had dan Humor's Comedy Cup gewonnen. Ja. En rond dat moment had ik met een maat van mij, Sander VDV, die ook bij Ideale Wereld werkt nu, had ik een rubriekje gemaakt op YouTube. Mm-hmm. En dat heette Comedy Karaoke. En dat was eigenlijk, we gingen naar minderheidsgroepen, allerlei soorten minderheidsgroepen, en we lieten hen moppen voorlezen over henzelf. Dat was eigenlijk denk de combinatie van die twee dingen heeft ervoor gezorgd dat we bij Ideale Wereld mochten beginnen. Want die rubriek is dan ook bij Ideale Wereld gekomen. We hebben er al heel veel gemaakt. En dan heb ik één seizoen gedaan. Dan ben ik even zo andere programma's gaan doen. En dan was ik op YouTube begonnen met filmpjes te maken. Dat was Koken met Lucas, heette dat, sketchjes. Mm-hmm. En dan vonden ze dat ook wel leuk en dan mocht ik weer terugkomen. En sindsdien zit ik daar. Okay. En ze hebben nu dan, na die Comedy Cup, hebben ze dan, hoe staan we zelf, heeft dan gevraagd om te komen? Of heb je dat zelf gevraagd? De nuance daarvan weet ik niet meer exact, maar ik mocht daar gewoon beginnen dan. Wanneer was dit? 2012? Later, 2014, denk ik. 2015. Terwijl de ideale wereld is wel als comedian, denk ik, en als is het geweldig. Ja. Ten slotte, hij had mij gevraagd in mijn laatste jaar aan het Ritz, van wat is uw droomscenario? Dan was het gewoon stand-up en ideale wereld. En dat is je hebt Ritz gestudeerd? Ja, in Brussel. Ja. Met dan het tool om... Vooral omdat ik de rest niet leuk vond, denk ik. Dat is het enige dat mij boeit of zo. Ik weet niet, dat was wel... Ik heb er geen spijt van dat ik dat gedaan heb. Vooral op menselijk vlak denk ik dat ik door naar Brussel, in Brussel te studeren, denk dat ik heb daar geleerd met mensen babbelen. En een beetje extraverter. Ik heb daar niet geleerd of het extrovert of extravert was. Dat heb ik daar niet geleerd. Ja. Maar wat het ook is, ben het daar geworden een beetje. Ja. Dus in die zin, op menselijk vlak heeft het mij meer geholpen dan op hoe maak je televisie of... Maar het was niet echt met de bedoeling. Het was gewoon, ik moet iets gaan doen. En dan... Humor, dat was het enige dat ik wist. Wat zijn je grote voorbeelden dan? Want stand-up? Dat is moeilijk, hè? Louis C.K. Hey! Bill Burr. Bill Burr. Bill Burr heeft een nieuwe, op Netflix. Ja, maar het is maar 10 minuten. Ja, het is een van allemaal andere. Special met helemaal gezien, of? Nee, nog niet. Dingen, Norm MacDonald, ik weet niet wat die... kent. Nee. Net overleden, maar als je stak op Netflix specials, vind ik ook heel goed. Zo. Vond je van Dave Chappelle zijn... Leuke stukjes, maar ook veel... Dat ik dacht van, op een duur heeft het ook heel veel uitgebracht de laatste jaren. Ja. Drie of zo. Op een duur is het een beetje preken. En dat is nog altijd entertainend om naar te luisteren, vind ik. Maar dan ga ik dat qua stand-up misschien niet te hoog zetten in de schap. Het publiek vindt hem ook zo zalig dan, dat zo alles wat hem zegt is dan zo meteen knallen. Zijn eerste, toen dat hem terugkwam, de eerste die hij gemaakt had vond ik wel heel goed. Ja, die heb ik niet... Ik weet niet wanneer het hem zo wat terug begon is met stand-up, zo'n paar jaar geleden. Ik haal ze door elkaar nu, omdat hij er zoveel heeft uitgebracht. Ja, wat zeg heel veel. En dan was er zo'n keer eentje, in COVID was er ook een keer eentje. Ja.
dat hem zo wat buiten stond. Ja. En dat was zo een half uurtje. Ik denk dat het ook op YouTube is gezet. Mm-hmm. Op het YouTube-kanaal van Netflix. Oh. Dat is echt een beetje Inception. Er altijd miljoenen voor betaald, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ja. En dat was echt zo... Dat ging dan gewoon over Floyd. Over George Floyd. Ah, ja. Ja, en dat was eigenlijk geen stand-up. Dat was inderdaad... Ja, dat was een soort van column bijna. Ah, ja. Wat dat entertainend is om naar te kijken, maar... Ja. Dan was dat grappig of? Het valt niet over stand-up. Nee, maar ik denk niet dat het zijn bedoeling echt was om grappig te zijn op dat vlak. Ja. Wat ik ook een beetje merk bij zo sommige van de latere specials van hem, dat hem vooral zo, ja, hij wil zijn visie wat geven op de maatschappij. En af en toe zijn er grappige stukken bij, maar niet zo, ja. Ricky Gervais, heb je die gezien? Ja. Die was wel... Die vond ik goed. Ja, ik ben een groot fan van Ricky Gervais. Uh-huh. Voor The Office, zijn originele The Office vind ik het beste ooit gemaakt. Dat is niet, ben niet origineel daarmee, maar dat vind ik echt. Maar ik vind, er is iets gebeurd... Zijn originele drie specials waren heel goed, maar er is iets gebeurd sinds... Dat hem zo niet meer samenwerkt met Stephen Merchant voor zo... Ja. En ik vind nu, wat dat hij maakt, een beetje... Ja, ik ben nu minder fan of zo. Is het, probeert dan niet zo te veel controverse te doen in zijn... Ja, en gewoon zo... Allee, ik was nu aan het... Altijd zo weer... Dat begint dan weer en het begint weer over... Oké, okay, this is comedy. Zo, eerst moet je allemaal mee te gaan over het proces. En dan na 2 minuten is hij meer al fars op tweets aan het antwoorden. Ik ben aan een show geweest van hem. Hij is een keer in Amsterdam geweest. Ben ik gaan kijken. En dat was, driekwart van die show was zo... Hij was zo zijn moppen aan het herhalen van de Golden Globes. Ah, en dan zo altijd van... Ah, die een tweet dan naar mij. Ha, toen had ik moeten zwijgen, hè. Maar nee, hij kent mij. En dan zo... Dat is niet moeilijk om vanuit uw positie zo fars te reageren op tweets... Ja. En dan denk ik van, ze doen gewoon een leuke bits. Mm. Wat dat zijn eerste drie shows, zo, wat is dat? Politics, Animals en zo, dat zijn de titels. Dat is zo goed, gewoon bits. En nu vind ik het dus altijd zo meta, altijd over offending en niet offending. Ja. Zo, zijn laatste show was dezelfde formule als de show daarvoor. Exact, ja. Met die tweets. Ja, maar zo denk ik zo... Mag geen grappen meer maken. Ja, wat moet je... Dat haat ik een beetje aan de comedy scene in het algemeen. Mm-hmm. Zo, het gaat allemaal... En ik ben het nu zelf ook aan het doen, dus ik ben even... Zo, het is veel... Het gaat altijd over comedy. Mm-hmm. Ja. Zo, laatste tijd, ik heb dat moeten mezelf bijsturen. Stop nu een keer met naar podcasts te luisteren, waar dat comedians over comedy praten, en kijk een keer naar comedy. Ja, in plaats van altijd zo op den duur... Joe Rogan bedoelt je dan? En zo, bijvoorbeeld, ja. En zo gewoon de specials, dat is het belangrijkste. De shows. Ja. En op den duur wordt het allemaal heel meta. Like, hoeveel van die shit Netflix specials beginnen er? Ze zijn altijd, die beginnen met... een paar maanden geleden was ik daar aan het optreden. En er kwam na de show iemand naar mij en die zei tegen mij dit. En dan zei ik dat. Ik doe mijn moppen. Maar nu ben ik aan het Joey Diaz is daar wel goed in, hè? Nog niet gezien. Zo'n verhaal vertellen, dat is daar wel echt topdingen. Ja, okay, Bij de Ideale Wereld. Ja. Dan jullie begingen 's morgens met allemaal nieuws. We doen nu 2 afleveringen per week. Op dinsdag en donderdag. En dus de maandag is toekomen, 's morgens, kranten gelezen. En dan komen we samen en smijten we ideeën. Dus dit is gebeurd en we zouden dat kunnen doen, dat sketchje. En dan is er een eindredacteur aan het bord. Hij staat aan het bord. En hij zegt dan, dat doen we niet. En dan verspreiden we weer in groepjes en werken we ze uit. En dan op de dagen van de uitzending, dinsdag en donderdag, doen we vaak de opnames dan. Dan worden de sketchjes opgenomen enzovoort. Is dat niet frustrerend zo, als je dan zo denkt van, dat sketchje is echt... Ja. En dan zo, nee. Ik denk dat wel... Als je daar zit met zoiets, het is magisch, het gaat fantastisch zijn, dan krijg je het er wel door. Ja. Als je het echt wilt, ja, dan gaan ze niet zeggen van, nee. Hey, zo, ja. denk dat, er is ruimte voor een gesprek, maar als je daar echt komt met, dit is puur goud... Ja. Dan laten ze u wel doen, dus op dat vlak. Meestal is het dan van, ja, zal het wel niet zijn, zeker. Als... Is dat moeilijk na een tijdje, om inspiratie dan zomaar opeens op de dag zelf? Ik heb dat vooral op het einde van het seizoen. Na de zomer zijn we weer wel opgeladen. Want hoe lang film je? Of hoe lang is die periode? Of hoeveel? Eigenlijk van begin september tot begin mei. En met dan een week of drie... in de kerstperiode die dat niet is. Ja. Dus het gaat wel redelijk door, ja. Dat is wel stevig altijd, hè? Wat is vooral het frustrerende is dat je kranten moet lezen. En het is heel onaangenaam om de kranten te moeten lezen. Ja, tijdens corona was het toch alleen maar corona? Ja. Maar je hebt altijd die periodes, Brexit, corona, de crisis, Oekraïne. Dat is ook het probleem, heel erge dingen. Soms vind je wel een insteek
om over een erg onderwerp toch nog iets te maken dat grappig is en niet te grof is of zo. Hè. Maar dan, ja, dan de derde dag dat het dan weer dat nieuws is, moet je dan weer een nieuwe insteek vinden of zo. En dat is soms moeilijk. Maar het is wel, ik haal het om kranten te moeten lezen. Ik vind het heel onaangenaam. Ja? Wat lees je dan? Alle kanten. Ja, ze gaat ze wel door alle kanten. Het is heel onaangenaam. Ja. Dus dat is het leuke nu aan geen ideale wereld op dit moment. Is ik lees geen kranten. Het ding, zo die rechtszaak nu van Johnny Depp. Ja, Dat is toch goud voor jullie? Ik weet, dingen die vaak grappig zijn op zich, zijn moeilijk om iets grappig over te doen. Dat is vaak een fout die mensen maken van, amai, dat is like Trump allemaal hilarisch. Hè? Maar dat is een zot, ja, maar wat kunnen daar. Maar dat was al een comedian eigenlijk op zich, hè? Trump. Ah, tuurlijk, dat was eigenlijk al een comedian op zich. Ja, maar ook echt een oprecht grappige man. Maar ook bedoeld grappig, hè? Ja, ja, ja. Like, van de grappigste dingen ooit, dat was Coca-Cola had een statement gedaan van dat ze tegen Trump waren of zoiets. En dat getweet van Coca-Cola is against me, but I don't care. I'll keep drinking their garbage. Dat is hilarisch. Dat is zo goed. Ja. Van I'll keep drinking their garbage. Vind ik. Het ding is ook, bij hem wist je ook gewoon van alles dat op Twitter kwam, was ook gewoon door hem geschreven. En dat wisten we bij wel. Bij veel politiekers was het totaal niet, maar bij hem was het echt zo van, oké, dat komt echt. Want Biden kan niet tweeten, denk ik. Ik zie het hem niet doen. In Jimmy Kimmel, denk ik. Ik heb niet gekeken, maar ik heb het begin gezien, hij begint zijn zin en dan stopt hij halverwege en dan zegt, dat is een maand. En dan goes, you can't. Dat is echt erg. Dat is zot, ja. Hoe is dat mogelijk? Dus dit is in een gekke film. Ja, maar dan wordt soms het woord zo ageism wordt dan gesmeten. Maar het kan me niet schelen dat hij 100 is. Dus hoe hij zich gedraagt, hoe hij praat, en ook de arrogantie van op die leeftijd, in die toestand nog te zeggen van, het is nu aan mij, ik ga nu... Zo. Ja. Dat was een andere comedian die praatte over zo toen dat Biden ging runnen voor president, zo van you've got 8 good summers left. Of steeds zo van, wat ga je doen? Over 10 jaar ben jij dood. Ga je nu nog, doen? En why? Chill, zet je in een zetel. Eet iets, eet een taartje. Het beste is wel zijn zoon. Hunter Biden. Was echt gift keeps on giving. Ja. Die gast, wat was dat weer al? Met die laptop en al. Ja. Maar er was over het laatste over zijn... Over zijn zoekgeschiedenis. Cat Williams heeft ook een nieuwe special. Is zo. Amerikaans en hij zegt ook zijn joke over Biden. So, exclusive. Hunter's search history reveals his obsession with porn and sex fantasies, including 18-year-olds, lonely widow, and MILF crack cocaine porn. He uploaded his own amateur videos and texted Pornhub, linked to phone listed in his contacts as dad. MILF crack cocaine porn. Ja. Yeah. Betekent dat dan dat de dames die de liefde bedrijven op beeld, dat die aan de crack zitten? Of Ik denk het, maar ja, hij heeft zijn eigen video's ook geüpload. En he was on crack. So. Amateur, dat zijn we weer. Okay. Amateur, dat is toch een... Wat? Amateur porn? Amateur porn is... Als ik moet kiezen, hè. Als je moet kiezen. Ik moet kiezen. Hè? Misschien Biden. Ja. Maar dat was van die laptop, van die laptop. Ja. Wat een idioot, man. Ja. Dat is toch echt... Die gaat dat binnenbrengen en dan... Zo, als mijn laptop ooit kapot is, ik verbrand... Ik breek het in 1000 stukken en verbrand ze individueel gewoon. Ja. Dat gewoon niemand... Ja, niemand, ja toch? Maak mijn laptop een keer. Echt, Ja, maar dat is natuurlijk ook een absurd geval nu met Oekraïne en Rusland. Want je weet, ik denk dat Hunter Biden of iets van die Biden-familie had 3 miljoen euro gegeven aan de burgemeester van Moskou back in the day. En nu, dat is toch een absurde situatie, want nu zijn die aan het vechten tegen Oekraïne... Dat is toch... Het wordt gewoon toch... De wereld wordt gewoon zotter en zotter. Ja, ik heb er zelf niet veel meningen over. Wat ik altijd doe, is ik geniet enorm van naar heel linkse video's te kijken op YouTube. En dan naar heel rechtse video's. Ik denk de algoritmes van YouTube weten niet goed wat ze met mij moeten doen. Maar ik kan er enorm van genieten. Er gebeurt iets, hè. En dan kijken, oké, wat is de take van de extreem linkse kant, was de take van de MP. Datzelfde nieuws door die verschillende filters zien gaan. Dus ik vind dat heel fascinerend, ik vind dat heel leuk. En dan ze op elkaar te reageren. En de nuance die volledig... Dus kan er echt van genieten. Zo, die opiniestukken vind ik altijd wel zo. De echt extreem linkse of extreem linkse opiniestukken, dat is zo van... Ach, here we go again. Ze beginnen ook altijd beleefd, zo die columns. Hè, van, beste meneer dingen, hè. U kent mij niet, maar ik ga nu een half uur uitschelden. Maar eerst moet je wel betalen, hè. Subscription. Dat is een betaalde standaard. Als je zo'n dik artikel tegenkomt, Dat haat ik ook aan de ik haat de combinatie van zo. Ik snap clickbait. Hè? Je moet dat doen. Als je online aanwezig bent, ja. Ik snap clickbait, geen probleem. Ja. Ik snap ook de paywall. Hè? Je moet geld krijgen voor het. Maar de combinatie van de twee vind ik soms echt
heel gevaarlijk gewoon. Hm. Had het daar, in het begin van corona, iedereen was aan het flippen. Hè? En dan had zo een of andere viroloog zegt dan van ja, corona zal eeuwig bij ons blijven. Hè? Ondertussen weten we allemaal, tuurlijk, dat wordt endemisch, hè? Of dat wordt een verkoudheid of wat dan ook. Hè? Maar dus dat is de kop, corona zal eeuwig bij ons blijven, zo in maart, hè? Zo, of in april. Van, hè? En dan, paywall. Dus ja. Je ziet alle nuance die er sowieso is, zie je niet. Maar dan pushen ze dat artikel, dat is gesponsord, dus iedereen die geen abonnement heeft op Nieuwsblad of wat dan ook, die ziet dat, en die kan niet verder, die kan de nuance niet lezen. Dus dan laat je toe flippen gewoon. Hè. Dat is echt Ja, maar het laatste nieuws is bijna dag allemaal geworden. Hè. Ja. Het is echt erg geworden. Het is nog beter geworden. dat maar ik blijf het lezen. Ik ben volledig akkoord met u, maar ze hebben een goede recensie van Duze Voort gedaan, dus ik vergeef ze nu alles. Voilà. Topkrant. Zie, maar als daar in die recensie... Neem je abonnement. Dat is die krant dat ik het schrijf een recensie over ons. Voilà, kijk, dus topgazet. Ik ben volledig voor. Je leest veel de comments, hè? De comments, bedoel je? Oh, je zegt van dat je de comments leest op TikTok-video's en zo. Jullie content. Bij Ideale Wereld soms wel, ja. Maar het is vooral gemerkt als het ontploft een beetje. Dan merk je gewoon aan de cijfers ook. Ja. Als er veel discussie is, gaat het ook naar omhoog. Dus als je ziet, plots, filmpje doet het heel goed. Is het leuk om eens te gaan kijken, wat is er aan de hand? Dat komt waarschijnlijk ook in je feed dan. Ja. Van Ideale Wereld? Ja, soms ja, maar dat is een ander kanaal natuurlijk. Kijk, ik beheer dan niet. En het negatieve, raakt jou dat? Nee. Nee? Nee, ik weet niet. Maar ik denk, als je comedy doet, dat je daar wel moet mee kunnen meeleven. Ik denk, het mooie aan een soort van bekendheid hebben die nog niet te crazy is, is ook dat de mensen die mij kennen, zijn de mensen die mij meestal leuk vinden. Hmm. Of zo. Ja. Ik denk, voordat je Goebbels Agnew zijt, dan kom je plots op een plek waar mensen die je haten je ook zien. Of je komt gewoon in de face van mensen, omdat je in elk tv-programma zit. Ja. En dan gaan er meer mensen geneigd zijn om een mening te geven. Oftewel ben ik gewoon briljant. Dat vindt iedereen fantastisch. Het zal waarschijnlijk dat zijn. Ja, zeker. Maar stel dat er toch mindere punten zijn aan wat ik doe, dan komt dat minder. Heb je voor een reden uitgenodigd. Kijk. Voilà. Only top. Brilliant set this thing. Ah, blassie. Waar keek je zelf dan graag naar? Vroeger? Ja. Met mijn favoriete Vlaams programma's zijn Buiten de Zone. Oh ja, ik denk dat van Buiten de Zone is, zo dat Bert de Pauw en dan Lieve Scheire dan zo een koppeltje betrappen in die auto. Dat is Willys en Mariette. Ah, oké. Ook heel goed, maar Buiten de Zone, dat was echt... Ik denk ook, als je daar nu naar kijkt nog altijd, dat blijft heel... qua snelheid blijft dat heel goed aanvoelen. Ja. Dus het is heel cliché, man, als Vlaming van 30 in de Gloria... Schalkse Ruiters. Toen dat op tv was, dat bestond uit twee delen. Dat was een programma en dan kreeg je reportages te zien. En dan moest geraden of dat ze waar waren of niet waar. En dan was er zoiets, een ander of het journaal of zo, of een ander programma. En dan was er een tweede deel van dat programma. Waarin hij dan te weten kwam of de reportages waar waren of niet. En dat tweede zag ik nooit, omdat ik moest gaan slapen. Dus like, Eurosong was toen ook zo. Dat had Eurosong. Ja. België had dan zo de kandidaten. Ja. En dan mochten stemmen op de winnaar. Ja, dat was een ander programma. En daarna kreeg je dan te horen wie dat was. En ik mocht altijd de eerste delen zien. Dus, maar ook vond ik ook... altijd veel tv gekeken wel. Ja. Want hoe oud ben je nu? 30? Of? 31 ben ik. 31. Ah ja, dat is veel verschil dan. Zonder snor is 12 meteen. Ja. Dus mensen schatten mij ouder. Ja? Ja. Oké. Wacht maar. Dan zeg je wel van dezelfde generatie dan eigenlijk. Tuurlijk, man, tuurlijk. Hij is maar een jaartje bijna iets langer dan een jaartje. Tuurlijk, zeker. Dan zeg je echt nog jong. Want wanneer zeg jij mijn Humo Comedy Cup? Ik ben... Humo Comedy Cup was 2014, heb ik dat gewonnen. 14? Ja. Dus dan waard jij... 24. 31 mensen. Wow. Ja. Ja. Dat was nog vrij jong. En dan 6. Direct begonnen bij Woestijn. Dus ja. Dan. 31. Ja, de volgende stap... Van wat ik deed, de volgende stap stond er altijd al voordat ik er echt goestingen had of klaar voor was. Dat was altijd met stand-up. Zo, want ik was eerst begonnen met stand-up, dat ging eigenlijk redelijk goed. En ik had dan zo wat spots en een voorprogramma dat ik mocht doen. En dan werkte ik ook altijd in de Louis Delhaize. Aha. Niet deel van de Delhaize groep trouwens. Nee? Nee. Die bonnetjes zijn daar niet geldig. Louis Delhaize is een aparte, maar bon, ik ga nu niet allemaal... Ja. Maar als het meer duurdere dingen was. Dat is wel een dure winkel. Ja. Heeft niks. Ik werkte daar altijd en dan ik was stand-up en ik dacht, dat is fucking topleven. Mm. Af en toe een beetje in de winkel werken en dan af en toe moppen gaan tappen in een café. Leuk, hè. En dan meteen
Dan was er, kreeg ik een voorprogramma aangeboden, dat dan 100 shows waren. Dan ging die combinatie niet meer met die winkel. Oké, okay, ça va. En dan, nice. En dan die humo's winnen. En dan mocht ik bij Woestijnvis gaan, wat ik fantastisch vond. Maar dat was ook zo. Ik was eigenlijk chill op dat moment aan het optreden. Hè. Dus dat was altijd, ik heb heel veel chance op dat vlak. Nooit echt een moeilijk moment gehad? Dan. Ik heb nooit veel moeten... Nee. In tegendeel bijna, dat ik zoiets had van... Van mij mocht deze fase wel nog even duren. Zo. Dus ik mag echt niet klagen. Maar had je dan in het begin, want voor dan Humo Comedy Cups, had je dan ook shows aan toen? Ja, mijn eerste optreden was... Ik had me ingeschreven voor de editie ervoor van Humo's Comedy Cup. Ah. Ik had me ingeschreven daarvoor. Omdat ik nog niet wist dat er open mics bestonden. Ja. En ik dacht gewoon, oké, dan sta ik daar ergens op een lijst, dan moet ik gaan. Dan heb ik in de trucendoos in Harelbeke, heb ik dan 5 minuutjes mopjes getapt. Dat was niet slecht, maar ook zeker niet goed. En iemand uit de jury had dan gezegd van, ja, het is wel leuk wat je doet, ik zou blijven doordoen. En dan, daar waren wat stand-ups en die leerden dan de Joker kennen en andere comedycafés. En dan kunnen ze wel openmaken. En dan gebeurt het heel rap dat er iemand dan vraagt van, kunnen we een keer, hier is een line-up show, kunnen we hier een keer even een spot doen. En hey, ja. Vlaanderen is zo klein, dat verspreidt zich wel heel snel. Als er iemand een leuk kwartiertje heeft, dan verspreidt zich dat heel rap. En dan kun je rap voor €50, €60 wat moppen gaan tappen. Nice. Dus, ik krijg dat wel... Ja, ik denk dat stand-up de artistieke... een artistieke bezigheid is wel het snelste uiteindelijk geld mee verdient. Ja? Ik vind het altijd zot. Ah, toch? Echt, als je zo vanaf dat je een beetje moppen tapt, los van of dat je echt knalt of niet, ga je wel heel rap iemand zijn. Ja, kom een keer mee, hier, €20. Doe een keer voor een headliner en voor... doe een keer wat setje. Ja. Ah, Bill dus, Burr is pas heel laat doorgebroken, hè? Die was laat 30, begin 40 of zo. Ja, die heeft echt... Ze kan nog kans maken. Ik ken hem, ik weet niet, Opie en Anthony, ik weet niet of je dat kent. Opie en Anthony. Dat is eigenlijk een oud een radioprogramma, op een Amerikaans radioprogramma. En er staan daar echt jaren aan audio van dat programma staan op YouTube. Ik denk dat hij ook een invloed gaat hebben op de podcasts. Want bijvoorbeeld Joe Rogan zegt ook dat hij zich beïnvloed heeft gehad door dat programma. Dat was een zin die raar was, maakt niet uit. Maar dus, dat kan ik iedereen aanraden als je fan bent van Louis C.K., Bill Burr. Ja. Die mannen kwamen altijd constant op dat programma. Ah, ja. Okay. Als je Opie en Anthony Louis C.K. typt op YouTube of Opie en Anthony Bill Burr, dan krijg je dagen aan hilarisch gerif en materiaal. Niet, ja. Ook uit een tijd dat de politieke correctheid wat kalmer was nog. Aha. Dus in die zin is het ook wat ongeremder, wat dat soms ook wel leutig is. Maar pas op, nu is het ook eigenlijk wel, zeker met podcasts en zo, is het ook enorm ongeremd geworden. Hè? Ja, zeker. Ja. Bij Joe Rogan zeggen ze ook echt allemaal dingen dat je denkt van... Ja, tuurlijk. Ja, maar zo... Je moet de neiging zo niet hebben om zo de massa daarvoor te beschermen of zo. Ja, Ik vind het altijd heel uit de hoogte van zo. Ja. Je moet dat niet zeggen. Zo, hey, wij weten wel, hè, wij weten de nuance, wij kunnen dat. Maar de massa, ze gaan. Anders kun je die grens blijven. Ja, zo, mensen zijn slim. Ja, toch? En idioten zijn sowieso idioot. Dus voilà. Zo laat iedereen alles zeggen. En de Vox Populi zal zijn ding wel meedoen. Ik denk dat je nooit uit de hoogte moet zeggen van. Ze moeten dat niet zeggen. Dan ga je de foute richting op. Ja, ik denk dat ook, ja. Ja, datzelfde nu met dat was, denk ik, dat debat tussen Boucher en Van Grieken daar. Ja. Er kan wel keiveel kritiek komen van, waarom niet? Ik vond dat heel entertainment. Ja. Dat is heel entertaining. En waarom laat hij gewoon spreken? En dan de mensen zullen zelf wel hun gedacht opmaken ervan. Ja. Als je dat gaat bannen, dan ga je alleen maar meer laten groeien. Het helpt niet. Het helpt niet, nee. Het wordt zelfs erger. Maar ik denk elke keer dat iemand, zowel comedians als politici, elke keer dat die ergens worden weggehouden of worden geschrapt, die zijn toch echt content gewoon. Toch echt gewoon zalig. Ja. Die weten toch gewoon van, top. Hè? Ja. Iedereen kan een keer, West cancel culture. Hè? En dan verdubbelen uw views of uw stemmen of uw wat dan ook. Ja, Joe Rogan zei toen hij gecanceld werd voor een week daartoe. Ja. Zei hij heeft gewoon een week niks gedaan, gewoon mushrooms gepakt. En gewoon gecanceld voor een week, wat bedoel je? Dat hem daarin het probleem was met die... Was toch Jordan Peterson eerst. En dan ging dat over het N-word. Maar gecanceld heeft gewoon een week gechillen. Ja, dus het is niet dat hem echt in het probleem is gekomen. Het is gewoon een gratis reclame. Het begon met zijn vaccin gebeuren. En dan kwamen ze opeens met die video uit... voor het racisme en dan wou ze hem cancelen. Ja. Dat was ook heel toevallig. Dat betekent dat dus iemand door zo die uren, die dagen naar materiaal gaat en elke keer dat iemand het N-woord doet, zo top! Got him. Tijdscode, schitterend man. Ik ben er bijna, zo, nog 10 en... Dus die heeft effectief elke keer dat hij het N-woord hoorde,
top. Schitterend. Die heeft al die afleveringen gezien. Ja, tuurlijk. Hopend op het N-woord. Ja, ja, ja. Biddend, ah, please, ja. Zeg het nog eens. Zeg het nog. Yes, oh, schitterend. Die is daar een jaar mee bezig geweest. Ja, echt gewoon zo. Oh. En het grappige is, die hebben dan hun research ook niet zo goed gedaan, want Joe Rogan heeft een zwarte stiefdochter. Maar ja, oké, maar die nuance, daar zijn ze, dat kan ze zelf niet schelen volgens mij. Dat is gewoon... Zouden hem cancelen. Gewoon streepjes zetten gewoon, en dan een mooi filmpje maken. En dus het is wel echt... Alleen voor comedians is dat niet leuk, denk ik. Wat dat je zo gecanceld wordt. Maar ik denk, wie wordt er gecanceld? Ik weet niet wie dat er gecanceld wordt. Nee, maar ik bedoel... Wie wordt er gecanceld voor niet strafbare feiten? Toch niemand? Nee, gecanceld is nu wel een beetje veranderd. Vroeger was gecanceld. Nou, nu is gecanceld als je bedoelt dat er kritiek op is, ja, maar zo, dat is gewoon goed. Dat is gewoon goed. Ja, maar de meeste mensen die niet kunnen... Mensen die... Iedereen heeft nu een platform om te praten. Ook idioten. Ja. En ook heel slimme mensen. Ja. En dat komt er dan... Dus er komt nu veel tot bij u van kritiek. En tot bij u bedoel ik gewoon tot populaire stand-ups en zo, waar dat we het over hebben. En dat is goed. En dat is het, ik denk dat vaak mensen, als er zo weer een probleem is, ook soms bij ideale wereldfilmpjes, soms is het dan plots een gemeenschap die kwaad is of zoiets. Ja. En dan mensen zoeken een soort van eindfinaliteit. Zoeken zoiets van, oké, wat nu? Hoe gaat dit beslecht worden? Hè? Gaat er iemand ontslagen worden? Ja. Hè? Gaat er iemand sorry zeggen? Zo, maar de discussie is de eindfase. Ja. Dat is goed. Dus oké, iemand zegt iets. Die mensen worden kwaad. De komiek hoort, die zijn kwaad. En die kan dan zeggen van, oké, fuck off. Ik doe mijn eigen ding. Of die kan zeggen van, inderdaad, volgende keer moet ik opletten. Ja. Zo, dat is gewoon meer informatie, meer mensen die praten. En dat is gewoon goed. Maar inderdaad, ze verwachten nog een eindresultaat, hoe moet je het noemen. Nee, het is gewoon in het proces, het proces van vooruitgang. En heel veel dingen veranderen ook. Hè. Ik bedoel, het N-woord bijvoorbeeld. Mm. En zo, ik heb nog meegemaakt in mijn tijd, toen ik begon met stand-up, dat echt zo... In de gemiddelde comedy set zat dat 5 keer. Hè. Dat echt zo heel vaak. Hè. En dat is nu gedaan gewoon. Hè. Mm. Dus die discussie en die informatie zorgt ook wel voor progressie. Soms traag, maar... Dus er komt verandering en dat gebeurt zonder... Jij bollet af of jij stopt met praten. Zonder dat gebeurt, is er nog altijd... Ik denk dat het altijd op iets wat ik aan het hebben. Ja, zeker wel. Want soms ben ik woorden aan het zeggen en dan zeg ik van welke woorden ben ik aan het zeggen. Ik ben helemaal mee. Joe Biden. Ah, wel, maar ik snap de man. Zie, maar ik ga ook niet voor president gaan van Amerika. Dus. Nee, Dwayne The Rock Johnson gaat gaan. Hè. Volgens mij gaat hij gaan. Hij zou winnen. Hij zou dat winnen. Ja. Als hij tegen Trump gaat, dan moet dat toch... Tom Hanks zou winnen. Tom Hanks zou winnen, denk ik. Ik weet het niet. Tom Hanks, nee. Matthew McConaughey. Ik zei ook altijd, als ik heb het mag... Ja, die ook. Heb je hem gezien? Weet je wie ook zou winnen? De burgemeester van Samson & Gert. Ja. Oh, fuck, wat is dat nou? Ja, ja, Walter de Donder. Walter de Donder, die ook een aanwezigheid heeft op TikTok en al die dingen. Ja. En mocht die als voorzitter gaan voor CD&V, die zou knallen, denk ik, echt. Dat is zo... Ik denk dat veel mensen zouden hem al kennen... Ze hebben een soort van... Wij dertigers, wij kennen hem al van Samson en Gert. Vlieger. Ja, echt waar. Dus ik denk dat zou een goede zet zijn, mochten ze voor... Maar die Sam is ook wel een goede zet. Vertrouwen heb je dan. Ook, inderdaad. Maar ik denk, Walter de Donder, dan ga je zo... Ja, ik denk dat je daarmee... Een beetje Rousseau-effect dan, zo een beetje. Zo, van nee, ik denk Sammy Medi zal eerder Rousseau-effect zijn, denk ik. Ja? Maar je gaat toch veel jongeren aannemen als Walter de Donder? Ja, misschien ook. Ja. Walter de Donder is zo een ouderlijk figuur in het huishouden, zeg maar. Hè. Maar het is de breekt aan. Het is fucking ploppen. Ja. En dan van Vleermuizen als... natuurlijk, all the way gaan, man. All the way gaan. dat is zoals in Oekraïne eigenlijk. Hè. Oeh. Ah ja, de komiek. Dat is echt. Ook echt zot gewoon. Ja. Maar was dat ook niet in die serie? Want dat is op Netflix nu ook uit, denk ik. Dat zo Rusland binnenvalt of zo in die serie? Ik weet niet. Ik weet niet hoe dat de reeks ging. Het was een komische reeks zeker dat hij meedeed. Dat was een komische reeks hoe dat hij president wordt. Ja. Maar dat was die reeks. En dan 2 jaar later gaat hij voor president en wordt hij president van Oekraïne. Oh, what? Is this real? Ja. Is this real? Dat is ook een comedian. Dat is het burgemeester van Samson & Gert verhaal. Dat is het, dus het kan op een wel. Iets wat grotere schaal. Voilà. Ja. Gekke wereld. Ja. Nieuwe show. Komt er een nieuwe show bij? Ja, nieuwe show. Ja. Hij heet Kwestie van Smaak. Kwestie van Smaak. Ja. En het gaat over... Eten. Ik wou net zeggen, dat is een kookshow. Dus je hebt een hele show gemaakt over... nee, andere dingen ook, maar dat is het thema dat altijd terugkomt bij mij. Ik eet graag. Ik vind dat leuk.
En ik vind dat een heel leuke arena om mopjes en observaties te maken. En hoe ga je dan te werk? Dan als je aan het eten bent, denk je? Nee, het is gewoon... ik treed nu al... Ik ben nooit gestopt met optreden eigenlijk. En dan als ik iets bedenk, dan probeer ik het. En dan op een bepaald moment heb je genoeg voor een show. En dan maak je nog wat extra moppen voor er een geheel van te maken enzovoort. En dan, en dan toer je Vlaanderen. En dan was ik benieuwd, dan de parochiezaal daar en dan een tuin. Oh, dat zijn cultuurcentra, hè. Dus ja, de CC's, we zijn, het leuke aan Vlaanderen is dat er in elk gat een heel dure kubus staat, waar daar 800 man binnen kan. Ook al zijn er, kan niet iedereen dat vullen. Dus het voordeel daarvan is dat je als Vlaamse stand-up, wat ook een stand-up comedy is, het is een lage drempel om dat te programmeren. Dat is iets relatief simpel. Dat is één persoon. Meestal ook positief voor ticketverkoop. In functie van... ten opzichte van iets wat nichere toneelstukken of zoiets. Dus je kunt als comedian altijd een heel leuk toertje hebben door Vlaanderen. Meestal als je, dat je altijd wel in de buurt komt van iemand of zo. Ja. Dus, En dan is het dan elke dag op een andere plaats? En dan ja, twee drie keer per week. Ik ga een première 27 oktober in de Aalst in de Werf. CC De Werf. En vanaf dan is het eigenlijk heel het seizoen tot mei is dan eigenlijk 2 à 3 per week. En dan tegelijkertijd nog altijd wel de ideale wereld. Ja, ideale wereld ook wel. Ja. Hoe lang duurt zo'n show? Ik neem een voorprogramma mee, ik denk 1.5 uur. Zo. En ga je dan verschillende clubs en dan probeer je die moppen uit en verbeter je dan dat, zo dat je... is een beetje de fase nu. Hè? Dus ik doe nu try-outs en zo en af en toe een keer, ik ga ook in de Joker nog eens optreden. Ja. In Antwerpen en dan is het de gelegenheid voor wat nieuwe dingen te proberen. We moeten eens gaan. En te hopen. Je moet zeker eens komen, ja. Laat maar weten. Ik ben nog niet geweest. Zeker. Ah, de Joker, ja. Ja, en naar jou als je dan... Ik zal een heads-up doen tijdig. Ja, nice. Ja, nee, dus ja. En dan première en dan hopelijk genoeg mensen in de zaal. En dan is het leuk. Dat is wel een tof leven, denk ik. Ja, ik vind het top dat ik dat mag doen. Ja, gewoon betaald voor je hobby, hè? Dat die cultuurcentra dat willen en dat ze mij kiezen om daar te staan. Zeker. Dan hoop ik ook dat ik ze niet teleurstel, dat de mensen een leuke avond hebben enzovoort. Ja. Dus ja. Toch? Het gaat toevallig, gaat dat niet van dat contract, hè? Van die 5 exclusieve VRT-contracten daar? 5 exclusieve... Nee, ik zit er een beetje onder. Ja. Over de 500.000. Ik zal beter moeten onderhandelen de volgende keer. Maar jij hebt dan ook een contract dat je dan krijgt voor exclusiviteit? Of maar het zit niet in die regio. Ik heb een prachtige occasie, Toyota Ayaris. Ja, okay. Echt een topdeal. Mooie waggie. Betrouwbare gezinswagen. Maar, dus ik zit nog niet op die... Ik wist wel niet dat die... Niveau. Ik doe af en toe mee met Win for Life. Ik durf ook aan... En ik zet soms in op voetbalwedstrijden. Al is gewonnen. Dus ik nog niets waardevol. Van de agent of wat? Gent, ja. K-Gent. Ik ben er heel geforceerd aan begonnen 3 jaar geleden. Ah, je werd geen voetbalfan. De Rode Duivels volgde ik altijd eerst. Ja. Maar dan op een bepaald moment heb ik dat beslist. Dat is mijn leven. Ik ga voetbalsupporter worden. Heb je een sjaal? Ik heb dat maar kort. Het is niet zo van, mijn opa zette mij af aan de staat. Nee, gewoon echt, vanaf nu ben ik dat. En echt gewoon gegaan naar de wedstrijden. En elke keer, elke match gekeken. En het is gewoon, het is blijven hangen. Echt elke dag, elke wedstrijd? Nee, ik heb een stuk of 8 wedstrijden al gezien in het stadion. Ah, ja. Maar ik kijk naar elke wedstrijd. Ik ben naar de bekerfinale gaan kijken. En ik vond het gewoon echt, hij blijft hangen. Ik ben nu op punt zelf dat ik zo nerveus opsta als er een wedstrijd is samen. Hooligan? Nee, de grootste loser op dat vlak. Want ik ben naar de bekerfinale geweest en ik... Hij is Anderlecht van of zo. Ja, dat is wel zo zot. Zoiets kleins. Oftewel is het een shitdag, oftewel fantastisch. De wedstrijd was sowieso niet echt veel... penalties. Niet tof, ja, maar kijk. Wie heeft verloren toen? Anderlecht. Ja. Okay. Een beetje somber aan deze kant van de tafel. Ja, het is waar. Sorry, man. Sorry. Nee, het was niet zo van. Maar toch... Daardoor is de compagnie ook buiten gesmeten waarschijnlijk. Ja, maar de derde schijnt, dat is toch zo van? Dat is toch goed? Derde zijndigen? Ja. Zo van. Ik vind altijd zo... Like Gent ook. De eerste seizoenen zo... Dan zo van zo medesupporters, hè, en die zien meteen dat ik in een noob ben. En dan dit zijn vreselijke tijden voor elkaar. En zo, wow, maar zo... De vorige keer, is dat goed, vorige keer 5e schijnigd, nog een Europees ticket, nu ook zo. Zo ça va toch? Je kunt dus vragen aan uw baas, dat het probleem is. Ja. Dat heb ik nog niet aangekaart of zo. Komt er nog veel... Ze moet dat niet doen voor de contractbespreking. Ja. Maar die zit nu... Ik weet niet wat de corporate paraplu is. Ja, dat is raar, hè. Maar mensen stappen uit. Dus ja, ik weet niet wie. Ik ga gewoon...
ik ga gewoon naar de plek waar ze mij zeggen dat ik moet gaan. En ik maar dat is toch ook zot, die zijn carrière eigenlijk. Hè? Als je dat bekijkt, van wat hij begonnen is, naar wat hij nu is. Allee, ja, van alles. Ja. Dat zijn van, alles, ik denk dat zijn van die, mini-musks, denk ik. Ja, ja. Gewoon, ja. Heel veel willen doen en heel veel inzicht hebben. Vingers in verschillende potten. Weet je wie dan nog een voetbalclub moet kopen? Wie? Gert Verhulst. Ah. En dan Studio 100 gesponsord. Oh, ja. Samson als mascotte. Ja, 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 ja. Dat is knokken. Dat is iets voor hem, knokken. Zeker, ja. Ja, het zou leuk zijn, want veel teams worden verkocht door buitenlandse investeringsfondsen en zo. Dus inderdaad, moeten er gewoon zo wat miljonairs zijn. Vlaamse miljonairs die gewoon... Ja. Belgische miljonairs die zo... Paul Gijsels. Wat? Wie? Paul Gijsels. Ah, ja. Hey. We zijn er al bijna eigenlijk. We zijn er al bijna. Ja, heb ik genoeg briljante dingen gezegd? Tot stop. We hebben genoeg geluld. Ja, dus, oké. We hebben net gevuld. Nee, sorry. Ja, en altijd als ik zo aan het praten ben, plots ben ik zo een mening te zeggen. En halverwege mijn mening denk ik van, wat ben je aan het zeggen? Het trekt dat gewoon uit je kop nu. Had je mij dezelfde vraag zo een half uur later gesteld, andere had ik zo de totaal andere mening. Dus gewoon zo meningen downloaden. Gewoon wel, dus dan praten we nog een keer. We gaan nog eens doen. Voor de hele andere, voor de andere kant. Ja. Ja, merci, het is leuk. Hey, ik vond het leuk. Bedankt om te komen. Dankjewel. Veel succes nog. Ja, bedankt voor de Cola Zero. Je bent gaan halen in de winkel. Mag ik nog een hebben? Nee, maar het is goed. Het is goed. Je zit al aan de 10.000 stappen, denk ik, vandaag. Dus het is oké. Veel succes nog. Is gelijk. En dank je. Dus.